Deze plek is een bron van inspiratie geweest. Het was een oude tv-studio. Een studio die al ruim 15 jaar leeg stond. Op weg naar school fiets ik er bijna dagelijks langs. Ik wist dat dit tijdelijk bewoond werd door Antikraak. En op een dag besloot ik om eraan te kloppen. Ik was een filmstudent en ik wilde een korte film draaien. En ik had er echt een nieuwe locatie voor nodig. En ik dacht van, nou, ik probeer het gewoon. Waarom niet? Toen ik binnenkwam, was het pand gevuld met rotzooi. Mij werd gezegd dat ik een kleine 3 maanden had om mijn film te schieten. Want daarna zou het pand gesloopt worden. Deze 3 maanden werden door de economische crisis, dat was het jaar 2008, uiteindelijk verlengd tot ruim 7 jaar. Van kind af aan ben ik eigenlijk altijd gefascineerd geweest door films en media. Een grote droom was om een eigen studio te hebben, een eigen beweegplek. Nou ja, nooit gedacht dat deze kans zo snel in mijn leven zich zou voordoen. En laat staan, tv-studio was bizar. En ergens ook heel erg beangstigend, wetende hoe bijzonder en speciaal dit was. Ja, wilde en zou en moest ik het optimale eruit halen in die onzekere looptijd die ik had. Het werktempo lag daarom ook enorm hoog. Projecten werden alweer opgestart voordat de vorige nog überhaupt waren afgerold. Maar het doel was om in elke productie de lat te verleggen. We begonnen met een grote robot in een experimentele film. Al vrij direct gevolgd door een eigen horrorfilm waarbij de set al was gebouwd voordat het verhaal überhaupt was geschreven. Wat leidde tot een unieke situatie waarin ik gewoon op de set kon zitten met mijn laptopje. En ik gewoon dagenlang kon schrijven terwijl ik op de set was. En ik zag gewoon de film voor me ontstaan. Dat was fantastisch. Dat koester ik zo erg. En in mijn derde schooljaar mocht ik stage lopen. Maar ik wilde niet weg van deze plaats. Dat zou eeuwig zonde zijn. Oplossing. Ik bood de studio aan voor een filmproject. En het werd uiteindelijk een speelfilm. Vet veel geleerd, maar nog veel belangrijker voor mij in elk geval was dat we een groep overhielden van doorgewinterde professionals met wie we een ontzettend leuke, goede klik hadden. En met wie we tot op de dag van vandaag eigenlijk bij al onze grote projecten nog steeds heel fijn mee samenwerken. Ja, en dat is goud waard. Nou, mijn broer die was ondertussen ook begonnen met dezelfde opleiding als ik. En die komen nu ook fulltime bij werken. En we gingen samenwerken en dat ging eigenlijk wonderbaarlijk goed. We werden echt partners, we werden de Hell Brothers. Nou ja, we hadden geen geld. Alleen een studio en toffe ideeën. En nu gingen we echt helemaal los. Producties werden groter, de crew werd groter. Jarenlang werd elke ruimte, elke hoek, elke millimeter dankbaar gebruikt. Van buiten zag het eruit als een damp en een verwaarloosd rotgebouw. Maar van binnen leefde het. Er gebeurde hier zoveel, zo episch veel. En toen... Toen was ik klaar met de studio. Maar dit was niet het einde van ons element. De plek mag dan wel weg zijn. Maar hetgeen wat deze plek heeft samengebracht, de mensen, dat zal blijven bestaan. En we beginnen pas.